Coach Harm Schoenmaker van het eerste damesteam van de Almeerse Hockeyclub zag zondag voor het eerst zijn team een wedstrijd spelen in een oefenduel tegen Fordaan uit Utrecht. De nieuwe hoofdcoach is de opvolger van Dieder Meijer, die afgelopen april op non-actief werd gezet als hoofdverantwoordelijke. Waarom heb je voor deze club gekozen? Ik vond het een hele mooie uitdaging. Ze zijn vorig jaar net gedegradeerd. En er staat een hele mooie jonge selectie. En ik kwam eigenlijk een beetje toevallig op mijn pad. En daar had ik een hele goede indruk over in de gesprekken die we hebben kunnen houden. Het damesteam van de Almeerse Hockeyclub degradeerde in mei uit de promotieklasse. Het komend seizoen is de ploeg actief in de overgangsklasse. Schoenmaker ziet promotie niet als doel dit seizoen. Die tendens is er gelukkig niet. We hebben vanuit bestuur ook wel echt de tijd gekregen om hier weer een goed collectief van te bouwen. En niet de druk om dat per se binnen één jaar te doen. Het gaat erom dat we op termijn echt een degelijke promotieklasse worden. Ja, maar wat zijn dan de ambities voor bijvoorbeeld dit seizoen? Ja, terechte vraag. Ik denk voor dit seizoen echt van belang is dat we individueel beter worden. En als team een hechter collectief gaan vormen. En dat ook met leuk en aantrekkelijk hockey. In balbezit staan we ook heel ver uit elkaar, waardoor we heel snel de lange boog geneigd zijn te spelen. Wat voor type coach ben je? Ben je een hardliner, iemand die eist en pusht? Of ben je iemand die toch wel veel het overleg zoekt? Ik denk dat wisselend is en afhankelijk van de situatie. Ik hou wel van structuur, ik hou van duidelijke afspraken. Daarbinnen hou ik ook van een boel ruimte en eigen invulling. In de zin dat er voldoende ruimte moet zijn tot persoonlijke ontwikkeling. En dat vind ik erg belangrijk. Het team van Schoenmaker speelde de oefenwedstrijd van afgelopen zondag tegen Fordaan uit Utrecht gelijk. Het werd 1-1. De eerste competitiewedstrijd is op 15 september, uit tegen Cartouche uit Leidschendam.